Kobe Henk wordt gemaakt door twee mensen, met name Kamagurka en Herzele, dat ben ik zelf. Waarom moeten we met z'n tweeën zijn? Wel, om... Kama is heel goed in scenario's en ik ben de tekenaar. Maar die scenario's maken we ook wel samen, we schrijven die op café. Ik ga eens een voorbeeldje geven van een scenario. Ik heb er hier eentje liggen. Kijk, dat is bijvoorbeeld een boekje van onze scenario's. Dat is een verhaal over moeder Stans heeft een taart gebakken. En Kobe Henk zegt, dat wordt de mijne. Hij zal een taart stelen. Heel actuele thematiek is dat waarschijnlijk. Hij loopt naar de taart. Hemel, moeder Stans heeft ook nog een zwijn gebakken. Dus hij steelt ook nog dat zwijn. Dan loopt hij op een bepaald moment met die taart en dat zwijn door het huis van moeder Stans. En dan zegt hij, parbleu. Dat is een uitroep zeer typisch voor bepaalde Belgische strips. Parbleu. Moeder Stans heeft ook een keramieken vaas gebakken uit de derde Ming-dynastie, als ik me niet vergis. Dat wordt de mijne. Dan steelt hij ook nog die vaas, hele grote kostbare vaas die moeder Stans juist heeft gebakken. En dan staat hij met al die dingen en dan ziet hij plots, nee maar, moeder Stans heeft ook lucht gebakken. Dat moet je mij geen twee keer zeggen. Deze kans grijp ik schoon. Het is heel mooi geschreven, zie je? Dus ik hou van deze taal. Dus we doen dat met z'n tweeën, we zoeken de mooiste zin en Kama is daar heel sterk in. Dus dan loopt hij weg met wat hebben we al. We hebben een taart, we hebben een zwijn, we hebben een Chinese vaas uit de derde Ming-dynastie en we hebben nu ook een grote kubieke meter gebakken lucht. En Kobe Henk kijkt om zich heen en dan ziet hij, hemel, moeder Stans heeft een poets gebakken. Hebbes. En dat is een bananenschil die op de grond ligt en dan gooit hij zich, dan valt hij over die bananenschil de trap af. En dan legt hij daar beneden en dan komt plots moeder Stans tevoorschijn die zegt, hahaha, Henk, dat zal je leren. En Henk zegt, had ik dat geweten. En ondertussen kijkt hij naar de muur, want hij heeft een gat in de muur gemaakt door zijn grote valpartij naar beneden. Alle dingen zijn gebroken, de Chinese vaas ligt in 1000 stukken. En dan zegt hij, nee maar, moeder Stans heeft ook bakstenen gebakken. En er een huis mee gebouwd. Dat moet je mij geen twee keer zeggen. En dan zie je hem in het laatste plaatje weglopen met dat huis, met moeder Stans erin en al haar objecten. En dan loopt achter hem een champetter, zoals wij zeggen in Vlaanderen, iemand van de politie. En die zegt, hier met dat vastgoed, hier zeg ik. En Henk die lachend wegloopt met het huis. Dus we schrijven dat met z'n tweeën, Kama en ikzelf. Het is heel leuk om te doen en we schrijven op café. Op een avond maken we zo'n boekje vol. 8 moppen, 5 moppen, als het maar goed is. Wij zijn liefhebbers van de goede mop, de betere mop. Beter dan een kalendermop. De nieuwe mop, experimentele humor. Laat het nieuw zijn, laten we iets maken dat nog nooit gemaakt is. Laat het een klein beetje brutaal zijn, laat het een klein beetje agressief zijn. Humor heeft veel met agressie te maken als je kijkt naar veel grote komieken die slaan de boel kort en klein. Laurel en Hardy bijvoorbeeld. Dus ik denk dat Kobe Henk ook wel in die richting thuis hoort. Het is een wandelende encyclopedie van humor eigenlijk. We maken Kobe Henk al bijna 30 jaar en we hebben al heel veel moppen gemaakt. Soms hebben we wel eens gewerkt met een woordenboek erbij. Toen sloegen we een woordenboek open en toen namen we het eerste woord dat we tegenkwamen en dan dachten we van daar gaan we eens een mop over maken. Bijvoorbeeld stokbrood of schommelstoel of bioscoop.
Kobbe Henk wordt op heel zwaar papier gemaakt, op 250 gram Steinbach is dit hier. Ik vind dat wel mooi dat je dat papier zo kunt vastpakken. Het is één blad, het ziet er mooi uit. We zien hier Kobbe Henk en de taart. We zien moeder Stansen in de op de achtergrond. We zien Kobbe Henk heeft al een zwijn gepakt. We zien de Chinese vaas in de keramiekoven van moeder Stans. En we zien op het einde van het verhaal dat Kobbe Henk wegloopt met het huis van moeder Stans. Ha 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 ha, zegt hij. Dus het is een soort van vakmanschap. Het wordt eigenlijk met één pen gemaakt, met een Redispen nota bene. In feite is dat een schrijfpen. Ik werk al gans mijn leven met het foute materiaal, met een schrijf, met een kalligrafische pen. Dat is heel vervelend, omdat die heel stijf is. Maar dat levert die houterige stijl van Kobbe Henk op natuurlijk, hè. Kobbe Henk heeft zijn burgerlijke trekken, denk ik, want hij woont in een rijhuis tussen andere mensen. Hij koopt zijn brood bij de bakker en hij neemt 's avonds een bad en dan kijkt hij misschien naar televisie of luistert hij naar de radio en hij eet zijn boterham met soep. Hij heeft zijn burgerlijke trekken wel, maar tegelijkertijd is het misschien ook wel het beeld van wat we allemaal zouden willen zijn natuurlijk. Hij doet waar hij zin in heeft. Hè. Het is iemand die hier woont. We moeten allemaal ergens op een plek wonen. Ik woon hier toevallig in Vlaanderen aan de Vlaamse kust in Oostende. En Kobbe Henk ook, dat is goed voor hem. Alles is goed voor die man eigenlijk. Hij is heel tevreden en vrolijk mens. Ik ben wel eens vergeleken met een levend stripfiguur. Ik denk de eerste kritiek die ik ooit in Nederland kreeg in een krant, was dat niet de Volkskrant trouwens, dat was Herzele lijkt uit die strips weggelopen. Ik ben eigenlijk een soort levend personage en ik denk dat Kamma Hurka en mezelf, wij leven zodanig met deze humor. Dit is echt wel ons leven, dat soort van humor. We hebben eenzelfde smaak van humor. Dus het is moeilijk een grens te trekken tussen het echte leven en de strip, vind ik. Want ik heb bijvoorbeeld een vrij absurd beroep daarnaast. Ik ben ook pianostemmer. En ik verzamel piano's. Ik doe ook al 30 jaar pianostemmen, even lang als Kobbe Henk. En ik heb dat ook gekozen als een soort absurd beroep. Ik vond het leuk om eigenlijk zelf een acteur in de wereld te gaan worden. Met mijn boekentasje bij mensen aanbellen. Mevrouw, waar staat de piano? En die dan stemmen. Het is ook een absurd en zeer grappig beroep eigenlijk. Hè? Dus ik denk dat die voorliefde voor dat absurde, het loopt een beetje door het leven van misschien de gemiddelde Vlaming, denk ik, op een of andere manier. Waarom, weet ik niet. Maar we willen lachen, hè. Ik denk, we willen lachen. Lachen is gezond. Zo'n klein instrumentje, zo'n klein pianootje.